Over mooie plekjes gesproken. In Leut, wat ik in ieder geval niet had gedacht, op een geheim plekje, zijn we bij Jolba. En Jolba is kunstenaar en onderzoeker. Werkt met heel veel verschillende materialen. Werkt met natuurlijke materialen. Maakt haar eigen kleurstoffen. Is bezig met lijm, is bezig met papier. Eigenlijk een allrounder, maar wel met een specifieke richting. De richting om het te doen vanuit haarzelf. Zij is de bron, zoals bij de meeste kunstenaars, zij is de bron van het werk wat ze maakt. Veel plezier. En vergeet niet, www.kunstcollectiefgeldersupport.nl voor al onze activiteiten. Kunst betekent voor mij leven. Het heeft te maken met alles wat ik om me heen zie, maar ook wat er in mij gebeurt. De materialen die ik zie, de dingen die ik meemaak. Maar toch vooral met innerlijk leven en met echte materialen, dat wil zeggen natuurlijke materialen. Ik schilder veel met ei, kaasstof, olie. Verf is eigenlijk gewoon bindmiddel met een pigment en dat kan je zelf maken van alles wat plakt. Dus als je een eigeel neemt dat plakt en daar doe je pigment doorheen, dan heb je eitempera. En dat is wat de icoonschilders gebruiken. Alles wat voor 1600 werd geschilderd, werd met eitempera geschilderd. En als je die kleuren nu ziet in de musea, dan zijn die nog helemaal helder. En hoeft er ook niks aan gerestaureerd te worden. Dat is gewoon zo ontzettend hard. Het duurt ook een half jaar voordat zo'n schilderij helemaal is uitgehard. Sommige mensen zeggen tot 2 jaar. Het is een soort oxidatie, niet alleen maar droging. Kaasstof is gewoon iets wat in kaas zit. Ook dat plak, daar kan je weer gewoon pigment doorheen doen. Lijm kan je van botten van dieren maken. Plakt, doe je pigment doorheen, daar kan je mee schilderen. Maar ook natuurlijke materialen zoals plantenresten. Die zie je hier op de schilderijen. Eigenlijk een mislukt experiment, want ik probeerde papier te maken van materiaal uit mijn eigen tuin. Brandnetel, vlier. Maar veel te grof gehakseld. Maar het leidt weer tot iets anders. En dat is die stroom, die oneindige stroom van het leven. Dat gaat altijd maar door. Kunstcollectief Geldersupport is voor mij heel belangrijk, omdat ik eindelijk verbinding heb met collega-kunstenaars. Ik heb me altijd heel erg alleen daarin gevoeld. Ik heb ook 20 jaar geen kunst gemaakt. En daar heb ik echt een deel van mezelf verloren. En dit is de eerste keer in mijn 50-jarige leven dat ik eindelijk weer verbinding heb. Of dat ik eindelijk verbinding heb met collega-kunstenaars. En dat voelt voor mij thuiskomen in. Ik moet even naar de woorden zoeken. Het voelt voor mij als. Die verbinding met andere kunstenaars voelt voor mij voor de eerste keer in mijn leven dat ik met gelijkwaardige mensen aan dingen aan het werken ben. Niet per se omdat andere mensen niet gelijkwaardig aan mij zijn, maar we zijn een soort soortgenoten. En dat geeft onmiddellijke herkenning en dan hoef je niet veel verder meer te zoeken naar wat voor iemand ben jij of wat voor iemand ben ik zelf. Omdat het gewoon klopt in, we kunnen helemaal naast elkaar staan en elkaar vasthouden of een soort geestelijke ruimte creëren waarin we onszelf kunnen zijn. Dat voel ik dan, een soort werkveld. Maar ik heb al meegedaan met een aantal collectieve tentoonstellingen, waarvan de laatste thema had, de onzichtbare, naar het boek van Joep Stapel in het Salmkerkje. Dat was ontzettend leuk om te doen. Verbinding betekent voor mij dat ik me in eerste plaats met mezelf kan verbinden. En dat daarin helpt kunst ook ontzettend. Ik kan me helemaal verliezen in de kunst en dan ben ik in mijn eigen binnenwereld. Mijn eigen innerlijke tuin of mijn eigen wezen wat ik daar ontmoet, of allerlei aspecten van mijn wezen. En dat komt vooral terug als ik de meer intuïtieve dingen maak. Ik teken heel intuïtief met mijn handen. Dan smeer ik eerst een ondergrond in met olieverf. Daaroverheen leg ik papier. En daaroverheen beweeg ik met mijn handen. Dan ontstaan er intuïtieve werken. Dan maak ik heel veel snel achter elkaar. Die geef ik weer titels. En als ik daarnaar kijk, dan zijn de titels achter elkaar geplaatst. Maak er misschien wel 20 in een uur, 40 in een uur. Zijn de titels achter elkaar geplaatst, al bijna een gedicht. En als ik dat werk zie en lees, dan zegt dat iets over mijn binnenste. En dus in de eerste plaats betekent
kunst en het kunstcollectief Geldersport voor mij verbinding. En verbinding komt ook tot uiting in een verbinding met andere kunstenaars. We hebben hier laatst in mijn atelier hebben een viertal kunstenaars gewerkt, gezamenlijk. En dat vind ik ook geweldig om te doen.